steeds meer studenten die beginnen al tijdens hun studie met ondernemen. En afgelopen september is op de Technische Universiteit in Eindhoven een nieuwe broedplaats gestart voor de ondernemende studenten. En Robert Al die geeft leiding aan Startup Eindhoven. Robert, hebben jullie nou niet liever dat die studenten zich fulltime met hun studie bezighouden in plaats van dat ze al buiten gaan spelen en gaan ondernemen? Nou, weet je wat het is? Ze doen het allebei. En ze kunnen het mooi combineren ook. Die jongens en meisjes die hebben allemaal zijn begiftigd. Die volgen een hele mooie studie om straks een mooie carrière te volgen. Mm-hmm. Maar er zijn er heel veel, die hebben toch allemaal leuke, spannende ideeën. Die zien kansen in de markt en die grijpen ze en doen ze gewoon erbij. Wat moeten die studenten dan zeg maar bijspijkeren om er ondernemers van te maken? Dat wisselt per persoon uiteraard. Sommigen hebben een gift om gewoon heel makkelijk dingen te kunnen verkopen. Die hebben een goed verhaal en die weten iedereen te overtuigen. En sommigen hebben juist weer behoefte aan wat financiële kennis. Het wisselt echt per persoon. En we proberen daar op de TU hebben we een heel ondernemerschapsonderwijsprogramma lopen. Waar wat studenten naast hun studie erbij kunnen volgen, additioneel. En wij proberen ze met allerlei manieren te faciliteren en te helpen op net die op het juiste moment de juiste vraag door de juiste persoon te kunnen laten beantwoorden. Oké, we hebben een mooi voorbeeldje. Ja. Heb jij meegenomen? Want bij de Game Academy in Breda wordt het ondernemen tijdens de studie ook al heel erg gestimuleerd. En wij gingen langs bij twee studenten ondernemers. Wij zijn Split Polygon. Wij zijn een bedrijf van vijf huidige en ex-studenten van de NATV. En wij maken videogames. Wij zijn een eigen onderneming begonnen omdat wij een concept hadden bedacht waarvan wij van dachten van we moeten het op een gegeven moment gaan verkopen, dus we zullen een bedrijf nodig hebben. En school stimuleerde ons erin om dat ook echt te gaan doen. Wij zijn eigenlijk vanaf dag 1 aan het kijken waar de talenten van de jonge studenten liggen. Een groot gedeelte daarvan heeft ondernemersbloed in zich, hebben creatieve ideeën en we proberen dat door middel van onderwijs al heel snel te stimuleren en te ondersteunen. Om zodoende, als ze straks gaan afstuderen, dat ze dan hier in de regio een eigen onderneming kunnen voortzetten. Onze huidige game is genaamd Interstellar Rift. Het is een open world space sim waar de speler niet vast zit aan de cockpit. Dat betekent dus dat spelers samen met hun vrienden of alleen hun eigen schip kunnen opbouwen, bemannen. Ons concept en ons bedrijf is dat wij zoveel nieuwe mogelijkheden hebben om mensen samen te laten werken online en creatief te laten zijn die eerst gewoon niet mogelijk waren. Voordat als je als student een bedrijf begint, je hebt nog je leraren bijvoorbeeld waar je enigszins vragen aan kan stellen. Een bedrijf en de opleiding hebben vrij veel soort van vlak waar ze elkaar raken. In veel gevallen is je bedrijf in sommige gevallen best wel belangrijker. Ja, best wel belangrijk. Het is natuurlijk ook superleuk om te doen. Het is fantastisch. Maar het gaat, je hoort het hier ook al, het gaat natuurlijk ten koste van die studie. Maar is die praktijk nou niet dan gewoon veel belangrijker eigenlijk? Uiteindelijk is die belangrijker. Theorie? Ja, hier is het ook. En weet je, het geeft zoveel energie om met dit soort mensen te mogen werken en ze kunnen helpen van die mensen. Ja. Dat is gewoon fantastisch. Waarom is het zo belangrijk dat het traject veel eerder wordt ingezet? In plaats van, vroeger was het studeren, je gaat ervaring opdoen, je kwam eigenlijk nergens aan de bak. Als je geluk had, kon je dan een projectje pakken en uiteindelijk krijg je een baan. Nou ja, kijk, als jij en ik morgen een idee bedenken en denken van potverdorie, ik moet gaan ondernemen. Dan denk je van ja, ik heb een hypotheek, die moet ik wel blijven betalen. Ik heb een gezin wat ik moet onderhouden. De stap om dan te gaan ondernemen en om alles op spel te zetten, die is vrij groot. Een student die leeft op een paar vierkante meter, die komt van een paar euro per maand rond. Die kan dat nog makkelijk veroorloven. Die durft die kansen nemen. Ja, maar beseffen ze de risico's wel die eraan vasthangen? Natuurlijk, en daar praat je ook met ze over. Maar die risico's zijn in die fase van hun leven, zijn die risico's te overzien. Maar merk jij ook, zeg maar, hoe lang duurt het ongeveer voordat je studenten omtoveren in ondernemers? Dat je denkt, nou krijgen ze het in de gaten. Ja, dat is ook per persoon weer zo verschillend. De een, die, daar praat je één keer mee en dan zie je het licht aangaan. En die, vanaf de dag daarna is die bezig. Ja. En gaat hij er vol voor. En de ander, ja, daar praat je vier, vijf, zes keer mee. En dan zie je van, ja, die twijfelt toch nog. Het zit er natuurlijk ook niet overal in. Ja. Nee, ja. Maar ondernemerschap is in mijn beleving niet een mooi idee. En een paar jongens die zeggen, nou zullen ze een onderneming starten. Ondernemen is ook dat je dat voor jaren volhoudt, dat je echt een onderneming durft te beginnen die ook straks echt substantieel blijft ook. Hè? Dus ook een goede omzet doet en ook een rendement maakt. Juist. We hebben wat mooie voorbeelden, want die heb je dus ook meegenomen. Ja. Kies een mooie uit. Nou, laten we met deze beginnen. Dit is Solly. Solly is een project van Teun. Teun is een student bij ons en die, wat je hier ziet is een robot, een speelgoedrobot. Mm-hmm. En die is eigenlijk bedoeld, bestaat uit een hele serie van producten.
bedoeld om kinderen op een educatieve manier te laten omgaan met allerlei duurzame energie. En Solly is dan, die klap je open en daar zitten zonnepanelen in. Ja. Maar zo is er ook Windy en die gaat met windenergie werken. Het is een hele reeks van speelgoed wat Tony aan het ontwikkelen is. Fantastisch. Heeft hij de laatste prijs mee gewonnen? Wat heeft hij de laatste prijs mee gewonnen? De laatste prijs in de Inno Marketing Battle heeft hij op de Heite Campus in Eindhoven heeft hij gewonnen. €5.000, meen ik. Wauw. Ja. Nou, doe er nog eentje. Laten we deze pakken. Dit zijn twee studenten, Joost en Chris. Die hebben om zich heen gekeken en zien van, joh, ik wil naar een evenement, naar een feest. Mm-hmm. Dan moet je een kaartje kopen en dan betaal je €3, €4, €5 transactiekosten voor de ticketing. Dat klopt. Dat klopt. Deze jongens dachten van, nou, dat kunnen wij beter, sneller, goedkoper met name. En ze hebben een compleet geautomatiseerd systeem ontwikkeld, waardoor die kosten nog maar €1 per ticket zijn. Ja. En dat richten ze nu op vrij kleinschalige evenementen, maar ze kunnen opschalen tot de grote Dance Valley-achtige evenementen. En dat proberen ze natuurlijk in die markt in te dringen. Dat is lastig. Gaaf. Maar die kansen liggen er zeker voor ze. Ja, oké, als allerlaatste dan. Ja. Hoeveel studenten zijn de ondernemer van jullie in 2020? Wat denk je? Hoeveel zijn er dan de baan op? Dat is lastig. Nou weet je, wij leveren per jaar als de universiteit 1200 man af. Die gaan het bedrijfsleven in. Maar de maatschappij scheelt om MKB'ers. Dus als er daarvan 100 al een bedrijf beginnen, dan ben ik al hartstikke tevreden.